Als je iets met treinen hebt en nieuwsgierig bent waar die treinen op dit moment in Nederland rijden, kun je dat op je computerscherm volgen. Je ziet dan bijvoorbeeld wat voor type treinen er rijden, welke er vertraagd zijn, enzovoort. Dat kan via een online spoorkaart. Wat de mogelijkheden zijn, zie je in deze hout toe. Ik ben gesurfd naar spoorkaart.mwnn.nl. Op de kaart zie je alle treinen die momenteel in Nederland rijden. Je ziet ze ook bewegen. Aan de symbolen herken je het type trein. IC bijvoorbeeld staat voor Intercity. Aan de linkerkant zie je onder andere de actuele vertrekstaat van het gebied dat in beeld is. Als je naar een ander gebied gaat, wordt dit aangepast. Door op een trein te klikken, zie je in de kaart de trein en hier de dienstregeling van de betreffende trein. Je ziet overigens de afkortingen van plaatsnamen. Als je die niet wilt, haal je het vinkje weg achter Verkortingen aan uit. Hier kun je ook een vinkje plaatsen achter Volgtrein op de kaart. Dan verschuift de kaart mee met de trein die je hebt geselecteerd. Je kunt een treinfilter inschakelen. Bijvoorbeeld dat je alleen de internationale treinen ziet. Tijdnotatie kun je ook laten weergeven inclusief vertraging. En hiermee keer je terug naar de hele kaart van Nederland. Je kunt ook op een trein in de kaart klikken. Dan zie je aan de linkerkant de dienstregeling van de betreffende trein. En je ziet in de kaart hoe de trein loopt. Met deze schuif kun je in- en uitzoomen. En met de knop erboven kun je de positie van de kaart verschuiven. Linksboven kun je zoeken naar een treinnummer of serie, maar ook naar een station. Je ziet de vertrekstaat van het gezochte station. Er is ook een website voor mobiele apparaten. Die kun je ook hier in beeld brengen. Tot zover deze how-to over de spoorkaart.